schaatsers. En daar is hij dan als eerste uit de bus, Guus Hiddink. En daar ziet u Giovanni van Bronckhorst. Voor het eerst een echt belangrijke wedstrijd. Dennis Bergkamp. Dit lijkt Dennis Bergkamp wel. Deze Patrick Kluivert. En dan Hakan Şükür. We gaan ervan uit dat Nederland geen punten laat liggen. En dan ziet u ook het doelsaldo. 26 voor, 4 tegen. Seedorf, Cocu, van Bronckhorst en voorop Bergkamp, Kluivert. Nou, je ziet het, Van der Sar, dat lijkt me vrij logisch. Iedereen die bij ons in het programma, elke deskundige die opstelling moet maken, begint met Van der Sar. Dat twee centrale mensen, dat waren in het ideaalplaatje van Hiddink, Wim Jong. Aanvallend en aanvallend op zich qua pasing en vorm. Dus wat dat dan gaat is de afweging ook van stel je een speler op die niet zo in vorm is. Ja. Of wel hetzelfde type ongeveer iets offensiever mag spelen. Dus ik denk dat hij zich daar op dit moment ook veel beter voelt. Ja, ik ben eigenlijk tegen die dingen in. Daar had ik het vanavond al over die opstelling. Ja. Zoals 3-5 wil technisch directeur worden. Ja, en moet je daar diploma's voor hebben? In Nederland moet je daar diploma's voor hebben? Ja, de opleiding in Nederland vind ik toch veel beter. Okay. Het dak, duizenden Turken die ook op deze wedstrijd zijn afgekomen. Zeker voor zijn club kan het Galatasaray maar houden om druk te houden op de verwachting dat dat ook zal gebeuren. Dat zeker deze man in beeld, Dennis Bergkamp. Daarvoor, ik heb er enorm veel zin in. Ik hoop u ook thuis. Laten we gewoon hopen op een leuke bank. Ook in het Nederlands elftal gekozen. Bergkamp gaat er goed langs. Ja, Louis van Gaal. Seedorf. Reiziger Bergkamp wil de bal. Daar komt hij ook. Goed op Kluivert. Ja, in de problemen geweest tegen dit Nederlands elftal. Beetje Alpay. Te grote afstand. Puren. Kluivert en anderen gaan voor hem staan. En Kluivert komt met de kopbal. Net over. Als blitsemafleider. Daar. Ja. Alle ogen gericht. Was er geen. Daar die hoekschop. En Cocu net naast. Dus zoals het nu gaat. En hij wil meer uitwedstrijd. Daar Hakan, de man met nummer 9. Hij wil nog graag komen. Zowel Fatih als Selim. Dat ziet er gevaarlijk uit. Van Bronckhorst. Daar. Arif en Van Bronckhorst houdt hem toch vast aan het surfloten. Abdullah kwijt aan Reiziger. En nu is Bergkamp even los. Nu kan hij doorgaan, nu kan hij doorgaan. Er wordt een goal, er wordt een goal. Oh, Dennis. Net één stap te veel. Gaat alweer voor Hens. Oeh, dat doet hij één keer. Een enorme knal. Bergkamp. Overtreding inderdaad. Overtreding ten opzichte van de oog geraakt. Ja, Bergkamp die doorkomt. Oeh, en dan raakt hem heel hard in zijn gezicht. Alpay. Bergkamp met het kopballetje en dan komt hij. Die...
wel langs. Doet hij bij Ilker. En het, ja, dat is een uitstekende. Daar Overmars, voet er langs bij Ilker. De voorzet en Kluivert. Nou, misschien krijgen we dan toch nog een beetje spektakel. Van Hooydonk. Bergkamp. Nee, dat scheelt wel uit. Nou, na zo'n afgeslagen aanval van de Turken, ja, dan moet het even omhoog. Selim valt daarom. Bergkamp. Kluivert. Bergkamp. Aangenomen en uitgehaald. Een wedstrijd om heel, heel snel. Gekwalificeerd voor Frankrijk. Dus straks